is Jinko Adams. Ik zit op het Rijn IJssel op de opleiding Artiest Dans Urban. Ik ben nu 18 jaar en ik zit nu 2 jaar op deze opleiding. Afgelopen week heb ik te horen gekregen dat ik uitblinker van het jaar 2017 voor Rijn IJssel ben. Ik zit nu in een fase in mijn leven dat ik erg veel ondernemend ben, bezig met dans, veel aan het maken, veel aan het uitvoeren. Maar nu vind ik het tijd om nog meer van mezelf te laten zien. En vandaar dat jullie, denk ik, deze aankomende periode mij vaker op de camera gaan zien. Dus wees voorbereid. Let's go, boy. Ik ben uitblinker omdat ik de afgelopen 2 jaar hier op het Rijn IJssel elke dag in de danszalen hard heb getraind. Niet alleen met mezelf, maar ook met verschillende soorten mensen. En dat was eigenlijk het belangrijkste voor mij. En vanuit daar heb ik leren met verschillende mensen om te gaan op school. Met verschillende leraren, verschillende methodes van leren. En ja, ik denk dat ik een van de hardste heb gewerkt hier op deze school. Ik vind Jinko heel erg open-minded. Vanuit zijn kern is hij heel erg geïnteresseerd in filosofie. En vanuit die filosofie maakt hij contact en verbinding met de anderen om hem heen. Wat het gevolg daarvan is, is dat je ziet dat hij groeit, maar de anderen ook. En dat is niet alleen te betrekken op dans, maar eigenlijk op het hele, de hele persoonlijkheid, het hele zelf, het hele, alle energie om hem heen. Dat maakt hem heel speciaal. Maarten van Rossum is een heel belangrijk middelbare schoolproject voor ons. Waar we de mbo-studenten samenbrengen met de vmbo-studenten. En dan Maarten van Rossum is dan nog een speciale school, want daar zijn de leerlingen komen net uit moeilijkere sociale achtergronden. Dus het is best pittig voor onze mbo-studenten om daar een stage te doen. Mijn taak op deze stage was de kids begeleiden en de kids veilig en vertrouwd te laten voelen. En op deze stage vond ik dat erg leuk om te doen, omdat ik merkte dat de kids langzaam in het proces steeds meer zich vertrouwd voelden, ook met dans. Niet elk kind, niet elke jongere heeft het even goed of heeft het even leuk met dans. Maar ik merkte dat wie het ook was, steeds dans leuker begon te vinden en steeds leuker vond om te gaan te bewegen. En om dat te zien en kreeg ik ook steeds meer contact met deze kinderen. En wat ik aan het begin heel erg merkte natuurlijk was dat ze ook heel erg moeilijk hadden met communicatie. Maar hoe langer ik met ze omging, hoe soepeler het verloopt en hoe meer ik merkte dat het eigenlijk ook een soort oordeel is over de school zelf. Dus hoe meer ik met ze ging dansen, hoe meer alles vanzelf verliep, hoe harder ze gingen werken uit zichzelf. En dat was een hele leuke ervaring. Op performance, op de laatste dag, gingen ze ook uit zichzelf, durfden ze allemaal te dansen. Natuurlijk hadden ze misschien wel soms een danser nodig op stage. Dus dan waren wij van Rijn IJssel, van de opleiding, die daar dan als begeleider werkte. En het was een hele leuke ervaring. Ja, wat zo leuk is ook dat ze na de hand ook nog contacten houden met elkaar. Dus VMBO-leerlingen met de MBO-studenten. En dat ze ook zoiets hebben van, oh, ik wil ook naar die mbo-opleiding, want dat lijkt me een ontzettend leuke opleiding. Ze hebben daar wel geleerd gewoon ook zichzelf neer te zetten door onze studenten. Yes. Voor 5 jaar heb ik een stuk meer levenservaring. Ik ben over verschillende landen heen gereisd. Ik heb voor verschillende soorten companies
theaters, misschien wel gemeentes. In verschillende landen heb ik mijn eigen theaterstukken en mijn eigen dansstukken. Ik wil veel breder gaan dan alleen dans. Ik wil artiest worden. Daarnaast wil ik me ook gaan focussen op uitvoerend artiest, danser. Dus wel uitvoerend danser. En dit wil ik gaan volgen op het AAK in Amsterdam. Maar daarvoor wil ik wel eerst gaan reizen en eerst meer van de wereld hebben gezien. En ik wil ook dat de wereld meer van mij heeft gezien.